Vanavond wordt de documentaire Man-Made van Sunny Bergman uitgezonden, waarin zij mannelijkheid onderzoekt. Wereldwijd staat dit stereotype ter discussie. Echte mannen zijn stoïcijns, ze huilen nooit, maken harde grappen. Maar is dat wel zo? De echte man is hard op weg, vinden sommigen, een bedreigde diersoort te worden. Wat is mannelijkheid? En wat moeten we ons voorstellen bij mannenemancipatie? Wat vind jij ervan? Ja, mannelijkheid. Vrouwen die houden dat idee van mannelijkheid ook in stand. Ja, je wilt toch een man met spierballen. Dat is wel sexy, ja. De hele tijd vallen op haantjes en dan maar klagen dat alle mannen klootzakken zijn. Heel veel mannelijke impulsen worden bestempeld als iets dat eigenlijk niet mag. En dat vind ik jammer. Een beetje grootspraak, een beetje dolle met elkaar. Ik vind eigenlijk dat vrouwen het allemaal niet zo erg serieus moeten nemen. Hij moet wel over zijn gevoel praten. We hebben 3 mannen gevraagd om vast naar de documentaire te kijken. Victor Renier, Rick Paul van Mulligen en EZL Miloudi. Hartelijk welkom, Rick Paul, met jou te beginnen. Ja. Je hebt hem bekeken. Ja. Wat viel jou het meest op? Nou, hoe die mannen allemaal zo het spannend vinden als het hierover gaat. En zenuwachtig worden. En als hun testosteronlevel wordt getest, dat ze nog zenuwachtiger worden. Ja, die was goed. Bang zijn dat ze gezichtsverlies gaan lijden. En... Maar wat precies? Want het gaat over mannelijkheid. Dus ik denk of ze echte mannen zijn. Een echte man. Een stoere, niet huilende, voor zijn kost winnende... man die als een god door het leven vliegt, eigenlijk. Ja. Beetje... Daar waren ze een beetje benauwd voor. Of ze daar wel aan voldoen. Ja. Ja. Viel jou dat ook op, Erzwet? Ja, de angst bij de mannen, maar ook het gevoel vanuit Sunny... dat ze dus eigenlijk wilde laten zien dat mannen en vrouwen gelijk zouden moeten zijn. Maar tegelijkertijd zette zij haar eigen man eigenlijk ook als een soort van mindere neer. In de zin... Van, ja, toch wel een beetje als een dulletje rozenwater. Die dan... Vond je het echt? Ja, dat vond ik echt, ja. Dat is grappig. Maar op welke manier deed ze dat volgens jou? Nou ja, door hem constant in beeld te brengen als hij dan de was ging ophangen. Hem liet vertellen dat hij dan op school gepest werd en in elkaar werd geslagen... omdat hij in een roze prinspakje... Natuurlijk word je dan in elkaar, bij wijze van spreken. Ja. Nou, dus... uiteindelijk zei de man van Sunny ook van... moet ik nou echt weer de was gaan opvouwen? En dan zei zij, nou, dat is ook wel leuk voor het beeld. Maar kan het ook te maken hebben met jouw eigen ongemak? Nou ja, ik dacht, waarom moet die man dat juist, voor doen? Toch? Kijk, ze wil een soort van promofilm maken voor een man als gevoelige gozer. Hè? Dus een man die dus zich gevoelig en ook enigszins vrouwelijk kan opstellen. Dat vind ik een heel goed idee. Of een heel mooi streven. Maar ze maakt het nou niet. Ze brengt zo'n man nou niet echt aantrekkelijk in beeld. Dus het promomateriaal vind ik nou niet echt geslaagd. Maar waar zit dan precies het probleem wat jou betreft? Het is geen promotiefilm voor de man, hè? Ja. Het is onderzoek. Het is een promotie voor de gevoelige man. Dus mannen, ga je even wat gevoeliger en kwetsbaarder opstellen. Maar zoals zij haar eigen man neerzet, wil ik niet gevoelig worden. Nee, maar het is... We gaan hierover praten. Maar nee, het is wel interessant, Ezouet, dat je dat opgooit. Want misschien maakt ze niet een pleidooi van... ik wil dat alle mannen gevoelig zijn of emotioneel of kwetsbaar of zoals vrouwen. Maar de vraag is wel, en dat is een beetje... Of dat überhaupt gebeurt, Victor en hier. Ja, kijk, waar ik het eerst met haar eens ben... is dat het verschil tussen man en vrouw voornamelijk is ontstaan door de maatschappij. Onze verhoudingen die we onderling hebben afgesproken. Biologisch zijn er wat verschillen, maar als mens zijn we allemaal hetzelfde. Hè? We praten, we delen, we liefden, alles is gelijk. En dat verschil wat er is ontstaan door mannen meer rechten te geven... dan vrouwen, het stemrecht wat later gekomen, alles... Alles eigenlijk. Alles, ja. Dat kan je dus niet met een handtekening onder een nieuw contract van tafel vegen. Dus het is haalbaar. Maar dan moet je dus eerst met elkaar delen dat dat dus eigenlijk gek is. En dan moet je dat inzicht gaan krijgen. En dan moet je je niet zeggen, omdat ik het altijd anders heb gedaan, dat je een slecht mens bent. Nee, dat heeft gewoon met inzicht te maken. En dat je het langzaam maar zeker... Mijn oma deed al het huishouden, mijn opa deed niks. Mijn vader ging al in het huishouden helpen en ik doe inmiddels ook de was. Ja, dus het gaat al stapje voor stapje en dat gaat best snel in onze Amsterdamse bubbel. Maar jij vindt het toch minder als dat in beeld wordt gebracht, dat hij de was doet? Nou, dat wordt toch niet in beeld gebracht. Want dan lulletje roze water. Nee, ja, niet zozeer het doen van de was zorgt voor het lulletje roze water gevoel. Maar gewoon de combinatie van verschillende aspecten achter elkaar. En want ik heb ook een interview gelezen met haar samen met Theo Maas in de Volkskrant, was dat, geloof ik. En daarin wil ze dan ook vervolgens benadrukken dat zij meer verdient dan haar man. Ja, ik verdien meer dan mijn man. Ik ben de kostwinnaar. Hij is een creatieve muzikant die thuis een beetje voor het huishouden zorgt. En daar word je ongemakkelijk voor. Ja.
Heb je dat nog nooit een man horen zeggen? Heb je nog nooit een man horen zeggen, ik ben de kostwinnaar, ik verdien het geld? En dan wordt die vrouw ook niet ongemakkelijk. Dat is dat, maar dat is namelijk wat er altijd aan de hand is. Ja, maar dat kan niet zo. Daar hoef je zo'n man niet in zo'n vervelende hoek voor te drukken. Nee, maar waarom is het... Ik zie die gozer als slachtoffer. Ja. Maar hij weet het wel. Nee, maar daar zit wel het probleem, denk ik. We gaan allemaal Ezra helpen. Nee, maar want dat is wel interessant. Ja. Fijn dat je het zegt. Ja. Jij voelt daar een groot ongemak bij. Zoals de mannen in de documentaire ook wel. Die vonden dat ingewikkeld. Heel ingewikkeld. En de vraag is toch waarom dat is. Ja, omdat dus toch dat beeld zo ingeprent zit. Dit is hoe je zou moeten zijn. Dit is de perfecte man. Natuurlijk totaal onhaalbaar beeld om een soort superman te zijn. Maar wat is dan de perfecte man volgens jou? Nou, wees gewoon jezelf. Dan ben je de perfecte man of vrouw voor mij. Ik heb daar ja, maar dat is ook een waarom is er een voorwaarde voor? Ja, dat zit die American voetbalspeler die op een gegeven moment aan het woord komt. Die ook de wereld rondreist en zegt, wees blij met wie je bent. Je hoeft niet te doen alsof je een man bent, want je bent een man. En voel je daar gewoon heel erg content mee. En ja, kun je niet bewijzen dat je meer of minder bent. Ja, die acteur, dat vond ik een veel beter rolmodel. Voor jou? Ja, het gaat hier niet over... Maar laat het lulletje Rozenwater voor een ander weer een heel mooi maar rolmodel. Maar wat ook een interessant onderdeel was in de documentaire... en ze noemde dat ook, dat was... Rick Paul, dat was testosteron. Dat was een grappig fragment, hè? Want we maken onszelf wijs dat het alles heeft te maken met dat stofje. Ja. Want het is nou eenmaal testosteron en daar heb ik heel veel van. En dus mannelijker. Ja. Maar het blijkt ook wel, uit een testje dat ze deden... dat we daar, met allerlei labels die we erop plakken, compleet naast kunnen zitten. We vragen verschillende groepen mannen om hun niveau testosteron te laten meten. Een groepje advocaten, balletdansers, verplegers, queer artiesten... en rugbyspelers. Van de rugbyspelers wilde er achteraf één onherkenbaar in beeld. Dus ik sta op nummer 1. Dat is wel een goeie. Nee, het gaat van laag naar hoog. Van laag naar, dus ik heb het laagst. Ja. Het laagste gehaald, het is de stroom. Apart. Plek nummer 1. Ja. Dat is toch fantastisch dat je dan geblurred wil, omdat je het zo schaamt. Ja, nee, dat zegt alles in één beeld. Ja. Dus er is schaamte om mee te doen. Ja. En toch duwt hij het. En vervolgens schat hij zijn eigen score totaal anders in. Blijkt het andersom te zijn. Ja. Ja, maar achteraf blijkt ook, en dat die wetenschapper die gaat aantonen... dat de testosterongehalte ook verder helemaal niets te betekenen heeft... met je over je mannelijkheid of wat dan ook. Gewoon helemaal niks. Helemaal niks. En die man die denkt niet bij zichzelf... ja, ik zit eigenlijk wel lekker in mijn vel. Nee, die denkt... mijn cijfertje klopt niet. Die heeft en daar opeens stort zijn wereld in. Hij wil niet meer herkennen. Volgens mij zich gewoon dat hij niet fout maakt, denk ik. Mm. Nee, dat het zijn? Nee. Hij heeft zich gewoon niet goed ingelezen. Hij had niet naast die gozer moeten staan. Administratieve romslomp. Het geeft kijk, vrouwen maken ook testosteron aan, hè? Zeker. Zeker. Testosteron zorgt bij vrouwen onder andere voor de aanmaak van schaamharen. Hey. Ja. Dus. Je hebt ook een bioloog aan tafel. Ja, nee, maar wat... Maar het is wel het grappige is om te zien, omdat ook mensen dan zeggen... ik ben hetero, dus ik heb sowieso een bovengemiddeld testosteron, denk ik. Want als homo heb je tuurlijk weinig testosteron. Ja? En de queer mensen en balletdansers, die scoren het hoogst, blijkt. Ja, maar dat was de grap daar toch in? Ja, omdat dus niemand eigenlijk weet waar testosteron voor staat. Dat bedoel ik. Maar we hebben daar wel allerlei ideeën bij. Want dat is dus gecreëerd door een soort maatschappelijke bubbel. Ja, maar is het idee van mannelijkheid dus ook dat een man de was doet... hoewel ik dat misschien een hele simpele, simpel voorbeeld vind... van of daar nou je mannelijkheid of vrouwelijkheid in wordt uitgedrukt. Volgens mij is het gewoon praktisch. Iemand moet de was doen. Iemand moet het doen. Weet je wel? Ja, okay. Maar dat al die stempels maken wat mannelijk is en wat vrouwelijk is. Net als met dat testosteron. Ja, maar dat zijn dus maatschappelijke bubbels, maatschappelijke stempels. En Sunny doet dat zelf ook. Door op een gegeven moment stelt die man een hele leuke vraag. Zegt hij van, jij wilt toch ook een spierbundel die heel handig is in huis? En dan zegt ze, ja, dat vind ik wel sexy. Dus eigenlijk bevestigd, toch? Ja, maar dat een sluit het ander niet uit. Dus het gaat maar dan moet je ook niet gaan lopen zeuren in zo'n... Maar het gaat er toch ook om, je mag toch ook heel mannelijk zijn. Prima, als je maar niet de rest van de mannen ook oplegt... dat dat de enige manier is om door het leven te gaan. Want ik doe dat niet echt. En ik ben toch vrij gelukkig. Dus het gaat best goed als je het niet volhoudt. Maar een belangrijk onderdeel in de documentaire was ook het kwetsbaar durven zijn... en het tonen van emoties.
Ja, daar, daar zaten de mannen in eigenlijk de groepsessie. Daar worstelden ze mee. Ja, dat was, ja. Want dat was echt... Maar dat is toch ook vreselijk dat dat zo is. Dat in een groot Amerikaans onderzoek komt dan naar voren... dat het hoogste percentage zelfmoordplegers is man... omdat ze zo worstelen met het uiten van hun gevoelens. Ja. Ik denk, ja, misschien moeten we daar toch maar een beetje werk van gaan maken. Ja, maar, kijk, dat komt dus wel ook door die maatschappelijke druk. Ja, maar en dat, is, dat inzicht krijgen en daar verder mee omgaan... dan kan je volgens mij stapje voor stapje voor stapje... een beetje van die stereotypen af en wat vrijer gaan leven. Maar hebben jullie daar zelf last van, SW? Dat je denkt van, nou, ik vind het niet fijn als ik me kwetsbaar opstel? Nou, ik ben natuurlijk wel in een... Ik ben in Amsterdam-Oost opgegroeid. Hè. Toch wel in een beetje in een macho-cultuur. Ook in de Marokkaanse cultuur is ook wel echt een macho-mannencultuur. Daarin was het wel heel erg moeilijk om over gevoelens en kwetsbaarheden te spreken. Ja. Je vertelde niet snel dat je op school bij wijze van spreken ergens over gepest werd. Je vertelde eerder van ja, ik heb het opgelost, ik heb die jongen een klap gegeven. Dat was makkelijker om te vertellen dan om te vertellen dat je... Ja, ja. En hoe dat vind ik ook heel logisch. Ja, dat klinkt logisch. In een subcultuur. En dat je denkt, ja, zo gaat dat. Subcultuur. En zo, wordt het opgelost. In het grootste deel van de wereld. Ook. En wat SW nu vertelt, dat onderstreept dat alleen maar. Maar heb je nooit gedacht van, ik vind dat eigenlijk heel vervelend? Nee, maar dat kwam eigenlijk bij mij veel te laat. Dat besef dat over gevoelens praten ook goed kan zijn. Dat kwam pas echt op veel oudere leeftijd. Echt toen ik 5, 26 was. Toen dacht ik, oh, dat werkt eigenlijk ook wel. Maar daarvoor was ik nooit bekend met het fenomeen over gevoelens praten. Maar als ik jullie zo hoor, dan gaat het wel de goede kant op met de je moet ook tijd nemen. Ja. Want als je nu door de strot gaat duwen, dan gaat het volgens mij gaan mensen hakken in het zand zetten. En dan worden ze bang en dan houdt het erop. Iets door de strot duwen is nooit goed. Nee, dank jullie wel. Beginnen.